Zo, dames en heren, straks zal Dick van der Meulen u alles vertellen over Multatuli in Brussel, waar hij, zoals u weet, Max Havelaar heeft geschreven in het Estaminet au Prince Belge. Dat was destijds gevestigd op deze hoek. En die slide wijs ik niet, ja, oké. Okay. Op deze hoek in de schaduw van de Sint-Michiels en de Sint-Goedele-kathedraal. Maar het huis dat er nu staat is niet meer dat van toen. Boven de deur is een tweetalige gedenkplaat aangebracht, maar veel te hoog. En met een spelfout erin. Er staat Edouard in plaats van Eduard. Max Havelaar is gepubliceerd in 1860. Maar het heeft nog 5 jaar geduurd voor de Vlamingen het boek en zijn schrijver hebben ontdekt. Die eer komt toe aan Julius de Geiter. Hij was in 1865 35 jaar oud en reeds berucht als politiek agitator en beroemd als dichter. Wellicht herinnert u zich van hem nog het lied Dan mocht de bijaard spelen uit de Rubenskantate op muziek van Peter Benoit. Hij is ook de auteur van het Geuzenlied met de beruchte slotregels van Tongediert der Papen verlost ons vaderland. Dat maakt meteen duidelijk dat de Geiter behoorde tot het liberale, radicaal anticlericale kamp. Zo hoog was zijn roem op het einde van zijn leven gestegen dat hij in 1903, 2 jaar voor zijn dood, voorgesteld werd als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Maar die heeft hij niet gekregen. Net zo min als dit triomferende ontwerp voor zijn standbeeld ooit in brons is gegoten. Wie de Geiter in contact heeft gebracht met het werk van Multatuli, heb ik niet kunnen achterhalen. Begin 1865 stuurt hij naar Multatuli de eerste 2 delen van zijn onvoltooid gebleven episch dichtwerk Drie mensen van in de wieg tot in het graf. Multatuli stuurt op 22 februari als dank een brief en een portret naar de Geiter via dienstuitgever Max Kornicker. Die maakt het pak open, laat het vervolgens 7 maanden liggen en bezorgt het pas op 20 september 1865 aan een hierover zeer ontstemde de Geiter. Die schrijft dezelfde dag nog een brief aan Multatuli, waarin hij het geval uitlegt en zich voorstelt als een vrijdenker en een Nederlandist. En besluit met: mijn hart heeft behoefte aan de strijd voor het rechtvaardige. Als dank stuurt Multatuli hem een bloemlezing uit zijn werk, waarin nota bene niets voorkomt uit Max Havelaar, omdat hij, zoals u weet, het kopijrecht afgestaan had aan Jacob van Lennep. Deze bloemlezing maakt de Geiter laaiend enthousiast. Reeds daags na ontvangst ervan schrijft hij aan zijn vriend Frans de Kort dat de bloemlezing ene goudmijn waard is. En hij gaat verder met: wel nu, tussen die man en de andere Hollandse schrijvers, van Bilderdijk tot Beets inbegrepen, is er een hemelsbreed verschil. Hij is het leven, zij zijn mommiën, mummies. En als besluit, ge moet Multatuli lezen. In 1866 publiceert hij in het Nederduits tijdschrift een uitgebreid artikel over Multatuli, waaruit blijkt dat hij al het tot dan toe verschenen werk kent. Hij klaagt dat Multatuli zijn werk en zelfs zijn naam in België nauwelijks bekend zijn en spoort uitgever Meijer aan om daaraan iets te doen. Hij bedelt bij vrienden en bekenden om geld voor de bewonderde meester en stuurt zoveel op als hij maar kan, ook al heeft hij het zelf niet breed. En ook al heeft hij Eduard Douwes-Dekker op dat moment nog nooit gezien of ontmoet. In minder dan geen tijd staat dus in Vlaanderen
een vurige multatuliaan op, zodat de vraag rijst wat hem dan toch zo aantrok in die multatuli. Dat was ongetwijfeld diens temperament, want in opstandigheid en polemiek moest de geiter voor multatuli niet onderdoen. Daarnaast zijn reeds genoemd atheïsme. De geiter was, zoals gezegd, volkomen atheïst en zelfs anti-theïst. En multatuli vormde een na te volgen voorbeeld van dapperheid. Ten derde paste multatuli in de orangistische groot-Nederlandse droom van veel liberale flaminganten, van wie de geiter er een was. In zijn brief van 20 september 1865 aan Multatuli noemde hij zich, zoals we daarnet gezien hebben, een Nederlandist. Aan uitgever Meijer schrijft hij: het getal der Vlamingen die in denken en handelen een nauwe gemeenschap met de Noorderbroeders zoeken daar te stellen, is groot. Oneindig groter dan gij het weet. En Multatuli moet voor hen meer waard zijn dan al de andere Hollandse letterkundigen tezamen. Ten vierde bewonderde de geiter Multatuli ook als redenaar en stilist. En zijn invloed is dan ook makkelijk aan te wijzen, één voorbeeld slechts. In de eerste versie van Drie mensen van in de wieg tot in het graf schrijft de geiter: daar werd hij groot, gespierd en schier zo wild als de indiaan die ene lanse drilt. Dat wordt in de herwerkte versie: daar werd hij groot, gespierd en schier zo wild als de indiaan die lans en kleewang drilt. Zo staat het in de volledige werken. En waar vandaan zou de geiter het woord kleewang anders kunnen hebben dan uit Havelaar? De geiter wil niet alleen dat de Vlamingen Multatuli lezen, maar ook dat ze hem te zien krijgen. En dat lukt hem in het voorjaar van 1867. Dan treedt Multatuli drie keer op in Antwerpen. Twee keer voor de Cercle, een francofoon cultuurgezelschap met een beperkte Nederlandstalige afdeling. Het kostte de geiter dan ook moeite om alles georganiseerd te krijgen. Het was bovendien niet makkelijk om met Multatuli iets af te spreken, omdat hij nooit lang vooraf wilde meedelen waarover hij het zou hebben. Misschien ook zorgden de onderwerpen voor problemen. Op 28 februari het streven naar waarheid. Dat viel nog mee. Op 2 maart de leugen van het huwelijk. Het lag al gevoeliger. Hij trad op in de grande salle van de Cercle, waarvan u hier een foto ziet, weliswaar van na 1867, maar het geeft toch een idee van de sfeer. Het royale honorarium bedroeg gemiddeld 200 Belgische frank per voordracht, wat overeenkwam met 4 maanden arbeidersloon, of 33 Belgische frank meer dan wat de geiter in 1861 per maand verdiende als ondergriffie. Dat de organisatie niet erg vlot verliep, valt ook af te lezen uit het verslagboek van de Cercle, waarin de voordrachten van Multatuli achteraf ingelast zijn. De activiteiten van 28 en 29 februari zijn opgeschreven na 2 en 4 maart. De secretaris heeft dan maar zijn toevlucht genomen tot cijfertjes, tot nummertjes, om de juiste volgorde te herstellen. 1 en 2 komen chronologisch voor 3 en 4, maar staan erachter. De tweede voordracht heeft volgens het verslagboek plaats op 29 februari. Maar dat klopt niet, want het was op 2 maart. In 1867 telde februari trouwens maar 28 dagen. Douwes Dekker heet hier twee keer Dekker Douwes. En de scribent heeft voor écrivain néerlandais
te elfder uren nog ingelast, célèbre. Er volgde, zoals gezegd, nog een derde optreden op 24 maart, dit keer niet voor de cercle, maar voor de libre pensée, vandaar wellicht het onderwerp, de leugen in de godsdienst. De kranten waren sprakeloos. De koophandel getuigde, nimmer hebben wij een redenaar als hij zien optreden. Aan Conrad Buskenhuet schrijft Mutatuli, nooit ben ik zo gefêteerd als te Antwerpen. De hartelijkheid is niet te beschrijven. In een brief aan Max Rozes noemt hij zijn Antwerpse optredens een klein eilandje in de oceaan van mijn zorgen. En de geiter krijgt te lezen, adieu, lieve, goede, beste de geiter. Reken erop dat ik u zeer lief heb. Meer dan gij vordert, maar niet meer dan gij verdient. Tijdens zijn verblijf in Antwerpen heeft Mutatuli de kopstukken leren kennen van het radicaal-liberaal flamingantisme onder wie Rozes, de geiter zelf, Sabbe, Heremans en Vuilsteken. En die Vlaamse beweging begint hem te interesseren. Aan de geiter schrijft hij, ik heb in Antwerpen nieuwe gezichtspunten opgedaan. Juist 10 jaren zwierf ik als Ulysses. Wie weet of ik niet door mijn reis naar Antwerpen mijn Ithaca gevonden heb. Toch rijst de vraag of Mutatuli echt geloofd heeft in de Vlaamse beweging en meer bepaald in de mogelijke redding van hem en de zijnen dankzij die beweging. Bijvoorbeeld door het hoofdredacteurschap van een nieuw op te richten krant. Aan de geiter en aan zijn vrouw Tine schrijft Mutatuli weliswaar opgewekt en vol goede moed, maar in zijn brieven aan Buskenhuet klinkt een heel andere toon. Verbeeld u, men stookt in Antwerpen een staatkundig vuurtje, of een onstaatkundig, dat laat ik daar, tegen het Belgicismus voor aansluiting aan Noord-Nederland. Zo gaat het. In Maastricht wil men Belgisch zijn, in Vlaanderen Hollands. Ik ben niet Hollands gezind, maar zou Holland afraden zo'n Trojaans paard in te halen. Er is leven en gloed in Belgisch Nederland. En ik betwijfel of ze zeer lang zich uit Den Haag zouden willen laten regeren. En ook nog dit, de staat België is gecondemneerd. Ik beschouw het geschapene van 31 als niet viable. Zoals te vrezen viel, volgt de teleurstelling spoedig. Op 11 mei 1867, anderhalve maand na zijn laatste voorjaarsoptreden, vraagt Mutatuli vertwijfeld aan de geiter. Och, wees zo goed mij eens te schrijven of er nog iets te verwachten is van de hulp waarop gij mij deed hopen. Van zijn vrouw Tine, die op 1 juli 1866 met de kinderen ten einde raad naar Italië is gevlucht om daar als gezelschapsdame bij een vriendin haar dagelijks brood te verdienen, krijgt hij steeds onheilspellender berichten. En dus is de nood aan spoedige hulp, dwingender dan ooit. Zijn Vlaamse vrienden laten hem niet in de steek en nodigen hem in juni 1867 alweer uit voor 2 voordrachten. Dit keer in Gent, op het 9e Nederlands Letterkundig Congres. De aanwezigheid van Mutatuli komt daar zeer gelegen, omdat dit congres nadrukkelijk in het teken staat van de Groot-Nederlandse gedachte, wegens de toenemende druk vanuit Pruisen en Frankrijk. En ook omdat de liberale flaminganten de organisatie in handen hebben en er nu eens een echt vrijzinnig congres van willen maken. Mutatuli komt met gemengde gevoel. Hij heeft sowieso een hekel aan congressen en massabijeenkomsten. Hij heeft ook zijn bedenkingen bij het opgeklopte sfeertje van verbroedering en hij vreest zijn Belgische schuldeisers.
Zijn eerste voordracht wordt niettemin een succes. Hij spreekt op 19 augustus 1867 voor zo'n 1300 arbeiders, plus de leden van het congres, plus de leden van het Van Krombrugge's genootschap, waar de voordracht plaatsvindt over het recht om een gevoelen af te keuren. Als een nieuwe Messias verkondigt hij zijn boodschap van vrijheid en ontvoogding in de vorm van parabels. Zijn optreden wordt herhaaldelijk onderbroken door juichkreten. Na de voordracht nemen de voorzitter en de secretaris het woord en danken Multatuli, maar dan komt de Utrechtse jurist en hoogleraar George Willem Vrede in enigszins beschonken toestand de zaal binnen. Hij denkt dat Multatuli weer zijn vaderland heeft staan beschimpen en de koloniale politiek heeft aangeklacht. Hij bestijgt het podium en begint aan een betoog voor Nederland en tegen Multatuli. Maar hij heeft amper een paar zinnen uitgebracht of de massa barst los in krachtig protest. De professor wordt weggeleid om hem te behoeden voor een lynchpartij. Multatuli blijft kalm. Daardoor wordt hij nog een grotere held. Zijn toehoorders hebben nu met eigen ogen kunnen zien hoe hij altijd weer verkeerd begrepen wordt. Het Van Krombrugge's genootschap zal hem uit dank op 28 augustus 1867 tot erelid benoemen, zoals we in het verslagboek kunnen lezen. Met algemene stemmen wordt de heer Douwes Dekker Multatuli tot erelid benoemd. De tweede voordracht vindt de volgende dag plaats op het eigenlijke congres en gaat over enige paste mate van vrijheid in het gebruik van ongewone woordvormingen en zinwendingen. Multatuli fulmineert tegen de taalpuristen en pleit voor het gebruik van vreemde, vooral Duitse woorden, omdat die vaak uitdrukken wat men in het Nederlands niet gezegd krijgt. Tot rellen komt het dit keer niet. Maar intussen hebben de katholieke kranten hoogte gekregen van wat zich de vorige avond heeft afgespeeld. En dat brengt Multatuli in moeilijkheden. Want hij had zich nog zo voorgenomen om buiten het strijdgewoel te blijven. En nu is hij er de spil van. Zijn schuldeisers kunnen in de krant lezen dat hij in het land is. Bovendien grijpen klericale kranten zoals Le Bien Public het incident gretig aan om het congres in de grond te boren. Mislukt is het door de schuld van de organiserende liberalen en vooral door die Multatuli, die gesproken heeft over het recht dat eenieder heeft zijn geloof te verzaken en die Jezus heeft durven bestempelen als de dwazen van Nazareth, wat door Le Bien Public dan nog vertaald wordt als l'imbécile de Nazareth. De professor is volgens de krant tussen beiden gekomen uit verontwaardiging over Multatuli's blasfemische taal. Op de terugweg naar Duitsland is Multatuli moe van alle drukte en moedeloos, omdat de waarheid zo makkelijk verdraaid kan worden. Aan Huit schrijft hij, kijk, als één dag en 50 schreden afstands van de gebeurde zaak zoveel onwaars leveren, op hoeveel onwaars komt dan 10, 20.000 mijl maal een paar eeuwen te staan? Hij twijfelt ook hoe langer hoe meer aan de mogelijke redding voor hem en de zijnen door de Vlaamse beweging. Niettemin blijft hij erover corresponderen met zijn Vlaamse vrienden, maar zo hoog gestemd als de verwachtingen zijn, zo vaag blijven de plannen. En tegen het einde van 1867 is de teleurstelling totaal. Aan Huit schrijft hij over de Vlaamse beweging, het geheel beoordelende naar die staaltjes, moet ik de gehele zaak voor een schreeuwerige bluf houden. Van België voorspelt hij nogmaals dat het in tweeën of drieën zal vallen.
En over de Vlamingers, zoals hij ze nu noemt, schrijft hij: naïef zijn ze, die goede verschoppelingen. Pas in 1869 is Multatuli weer in Vlaanderen. 1869 is het jaar waarin hij een huurhuis betrekt in Den Haag en een ménage à trois begint met zijn minnares Mimi, die zijn tweede vrouw zal worden, en met zijn vrouw Tine en de twee kinderen die speciaal teruggekeerd zijn uit Italië. Dat kostte veel geld. En om dat te verdienen las Multatuli overal voor uit zijn nog onvoltooide drama Vorstenschool. In april 1869 doet hij dat twee keer in Gent en één keer in Antwerpen, telkens met overweldigend succes. In Antwerpen treedt hij gratis op, als blijk van dank. Maar na afloop komt een aantal mensen rond hem zwermen en dat irriteert hem, wat hij ze ook ongezouten zegt. Na zijn voordracht ontvangt hij van Julius de Geiter een kort en koud briefje met een biljet van 100 Belgische frank. Wat beduidt die 100 frank? Vraagt hij geërgerd, maar er komt geen antwoord. En hij begint zich af te vragen of de Geiter misschien van zijn vrienden gehoord heeft wat Multatuli van hen denkt. En rekent de Geiter zichzelf daartoe en stuurt hij daarom die 100 Belgische frank om met Multatuli letterlijk af te rekenen. Misschien had Multatuli gelijk, want wanneer Rozes hem op het einde van 1869 opnieuw wil uitnodigen naar Antwerpen, dan raadt de Geiter hem dat af. Het is altijd hetzelfde publiek dat wordt opgeroepen, schrijft. Elke keer als ik in Multatuli's gezelschap ben geweest, ben ik een tijd lang ongelukkig. Zijn zenuwachtigheid werkt op de mijne. Toonbeeld van ontmoediging. Ik heb al beproefd hem aan tafel alles te doen vergeten, maar als spoelt bij een ander een lekker glas verdriet het ongeluk weg, hij drinkt niet, eet weinig en blijft eeuwig dezelfde zenuwachtige man. Het zou me pijn doen hem zo spoedig weer te ontmoeten. Had ik een fortuin, ik gaf het hem. Op voorwaarde dat hij veranderen of vertrekken zou. Begrijpt ge mij? Multatuli komt dus niet naar Antwerpen, maar wel naar Gent. En houdt er op 23 december 1869 een voordracht die volgens de Gentse Mercurius van 25 en 26 december alweer de schoonste bijval geniet en waarvan de rijke inhoud niet beschreven kan worden. Maar ook hier is de nasmaak wrang. Op de trein van Gent naar Brussel vergezelt Max Rozes Multatuli en overhandigt hem een enveloppe met niet minder dan 500 Belgische frank in, of driemaal het maandloon van de Geiter. En wat doet de meester? Hij roept dat hij geen aalmoezen in ontvangst komt nemen en gooit de envelop met geld en al door het raam. Terwijl hij vanuit Brussel verder spoort naar Den Haag, schrijft Tine aan haar Italiaanse vriendin Stefanie Omboni dat het haar enige verlangen is te ontsnappen uit de hel van de ménage à trois en terug te keren naar Italië, wat ze eind mei 1870 dan ook doet. Zo komt er een einde aan de gezinshereniging, maar ook aan de Vlaamse droom. Al heeft Multatuli het contact met de Geiter nooit verbroken. In 1880 schrijft hij nog: ik heb steeds met vriendschap aan u gedacht. Ik hoop dat je het als een blijk van hartelijkheid zult beschouwen dat ik, in weerwil van ons wederzijds zwijgen, aan uw hartelijkheid blijf geloven. De Geiter van zijn kant laat niet na om van bijna al de werken die hij nog publiceert een exemplaar naar Multatuli te sturen. Bijvoorbeeld van zijn bewerking van Reinaard de Vos, met als opdracht aan Multatuli, hulde mijner bewondering, 15 april 1885.
In 1875 krijgen de Vlamingen succesvolle opvoeringen te zien van vorstenschool, maar Multatuli krijgen ze niet meer te zien. Alles bij elkaar is Multatuli dus niet dikwijls in Vlaanderen geweest en de kring van bewonderaars was klein. Niettemin was zijn invloed groot. Henri Leenaerts noemt hem in 1866 de grote denker, een der grootste schrijvers onze eeuw. Amand de Vos, soms Amaat de Vos, noemt de dag dat hij hem heeft horen spreken de gelukkigste mijner jeugd. Eugène van Ooijen krijgt gezellen zover dat er teksten van Multatuli in Rontenheert worden afgedrukt. Arthur Cornette noemt zijn dochter Adinda en hij is lang niet de enige. Omer Watté schrijft zijn eigen, Wouters jonge jaren. Een paar maanden voor zijn dood kreeg Multatuli in zijn villa Steig in Nieder-Ingelheim bezoek van drie bewonderaars uit Antwerpen, onder wie Willem de Bom, een oudere broer van Emmanuel de Bom. In zijn verslag schrijft hij bij Multatuli te Nieder-Ingelheim aan de Rijn. De 22e oogstmaand, 1886, was voor ons een onvergetelijke dag. Vermits onze voettocht ons langs Nieder-Ingelheim voerde, zouden we niet nalaten het aan te durven een bezoek te brengen aan de voor ons zo hoogstaande man die zoveel geleden heeft. En als besluit, bij het afscheid drukte heer Dekker ons nog eens hartelijk de handen en zegt maar aan de vrienden dat mijn grootste ambitie geweest is een goed mens te zijn. Na Multatuli's overlijden op 19 februari 1887 werden in Vlaanderen talrijke ontroerende herdenkingsartikels gepubliceerd. U merkt dat men het niet alleen in Brussel, maar ook in Nieder-Ingelheim moeilijk had met de correcte spelling van zijn naam. Maar deze gedenkplaat is intussen blijkbaar opgeknapt en de fout is weggewerkt. Tot lang na zijn dood is Multatuli in Vlaanderen een teken van tegenspraak gebleven. Wie zijn ideeën las, ging recht naar de hel. Voor Max Havelaar werd een uitzondering gemaakt. Eerwaarde heer Jozef van Hoven opende zijn brochuurtje over Multatuli met: het zij voorop gezegd dat ik deze verhandeling niet schrijf om het lezen van Multatuli's werken te bevorderen, wel in tegendeel. Maar hij besluit niettemin met: daarom kunnen wij aan onze katholieke geloofsgenoten in het algemeen Multatuli's werken, dun Max Havelaar uitgezonderd, niet aanbevelen. Omdat Multatuli zo'n gigant was, kon het katholiek onderwijs in Vlaanderen niet om hem heen, ook al had het een diepe afschuw van zijn goddeloosheid. Dat dilemma kon opgelost worden dankzij Max Havelaar, want dat boek past uitstekend in de christelijke ideologie van opoffering en naastenliefde. Daardoor is, denk ik, in Vlaanderen vooral en soms uitsluitend dat boek bekend en is er weinig geweten van die andere schatkamer die Multatuli ons heeft nagelaten, de zeven bundels ideeën. Vlaanderen heeft nog twee grote Multatulianen voortgebracht. De eerste is Julius P. Dankzij hem zijn talrijke brieven, documenten en gegevens verzameld, bewaard en uitgegeven. Vooral Multatuli en de zijnen uit 1937 heeft de discussie over Multatuli als schrijver en mens weer doen oplaaien. De tweede Vlaamse Multatuliaan is Ger Schmook, auteur van het lijvige boek Multatuli in de Vlaamse gewesten, waarop hij in 1970 nog een aanvulling heeft gepubliceerd. Na 1900 neemt de rechtstreekse invloed van Multatuli af, maar de bewondering houdt stand. Paul van Ostaaien schreef na lectuur van 1001 hoofdstukken over specialiteiten: en geluk
dat we in zo'n boek van 1870 nog eens Nederlands lezen dat de opstellen van een HBS-leraar te boven gaat. Vlamingen als De Bom, Buijse, Hensen, Walschap, Menne, Weverberg, Boon, Gilliams en waarschijnlijk nog veel anderen van wie ik het niet weet, wisten Multatuli te waarderen. Ook de kleine man kent hem. In de jaren 50 herdoopte de uitbater van een ijssalon in Weinigem zijn zaak tot ijssalon Multatuli, omdat hij door de gemeenteraad onrechtvaardig behandeld was. In Lokeren opende communist Leon de Canne na de Tweede Wereldoorlog een boekhandel annex bibliotheek vol bloedrode literatuur, die hij dan ook boekhandel bibliotheek Multatuli doopte. Zowel in Antwerpen als in Gent bestaan tot vandaag bloeiende Multatuli-theaters en gelijknamige eet- of gewone cafés. In 1987 heeft Vlaanderen Multatuli's 100ste sterfdag op allerlei manieren herdacht. Evenzo in 2010, 150 jaar na het verschijnen van Max Havelaar in 1860. Toen heb ik in Brussel een voorleesmarathon mogen organiseren en in minder dan geen tijd bleken 96 bekende Vlamingen bereid om van 8 uur 's morgens tot middernacht elk 10 minuten voor te lezen uit Max Havelaar. Onder hen ook Mark Eyskens, die zo dadelijk het woord zal voeren. En die ik hierbij nog eens hartelijk dank voor zijn deelname. Het najaarsconcert met muziek op of geïnspireerd door teksten van Multatuli was 1, 2, 3 uitverkocht. En dat wij hier nu samen aan het zoomen zijn, bewijst nogmaals dat Multatuli in Vlaanderen niet vergeten wordt. Willem Elschot heeft de betekenis van Multatuli voor de Nederlandse letterkunde en dus ook voor Vlaanderen treffend samengevat in deze bekende tekst uit 1950, die hij op verzoek van Geert van Oorschot geschreven heeft en waarmee ik graag wil besluiten. Multatuli is in ons taalgebied een ware Prometheus geweest. Afgestoten door alle machthebbers heeft hij in ballingschap zijn brood gegeten, maar zonder versagen de fakkel van het nonconformisme en van de opstandigheid hooggehouden. Uit zijn as is de hele moderne Nederlandse literatuur opgeflakkerd. Zijn cultus is ons aller heilige licht. Ik dank u zeer en geef nu graag het woord aan Mark Eyskens.